Hallo, vandaag lees ik voor het eigen werk en wij testen de Leicester Midnight Sunset 1959 aged. Zeg maar wat bij Tom Murphy bij Gibson doet. Serial nummer 171780. Neck mahogany, body mahogany, de color is amber. Hij weegt maar 3,5 kilo. De hals is rosewood, de top is maple. De pickups zijn Amber Spirit of 59 PAF, PAF. En hij is in elkaar gezet op de 29e van de 9e vorig jaar, dus 9 september. Ik zeg je nu al, het is een geweldige gitaar, want ik hou helemaal niet van Les Pauls. Ik heb een hele oude Les Pauls voor weggedaan vroeger, die allemaal niks vond. Maar deze vind ik heel erg leuk. Ik ga hem even uit het koffertje halen. Kijk dan toch eens. Hij is te koop in Nederland voor €1960, maar haha, zeg je dit. Hij speelt alle Gibsons eruit. Ik zag daar Rob Winter er ook op spelen op zijn ding, maar goed. Dit is de hals pickup. Dit zijn de twee pickups samen. Je hoort trouwens een Fender Blues Junior. Twee pickups samen, bridge pickup. Ja, ik kan niet anders zeggen. Een beetje een lompe demonstratie, geef het toe. Moet het met een bandje horen. Altijd ego-trippen op een gitaar, is mooi. Maar hij staat overeind in de band en hij weegt niks. Oh, en als ik het raam openzet, dan waait hij weg. 3,5 kilo is niks voor een Les Paul. En moet je zien. Helemaal mooi aged, dat zie je niet op het videootje. Ook de hardware is geaged. Het is allemaal een beetje doffer en ja. Zeg maar de dingen die normaal decennia duren om voor elkaar te gaan meebakken. Ga eens opzoeken waar het vandaan komt. Ik heb nou horen verluiden dat het ergens uit Tsjechië komt. Maar ik kan niet zoveel vinden op Google. Maar dat ga ik wel doen nou. En jullie ook. Hè? Dag, fijn Les Paulsje. Houdoe. Zo. Uit die kutfilm.